Ja, de entree is een project waar we sinds 2018 mee bezig zijn. Toen kwamen de eerste aanvragen, zijn we gestart met de ontwerpfase. En ja, dat is natuurlijk een hartstikke prestigieus project, midden in Amsterdam, tegenover het station, onder water. Ongeveer 7000 fietsplekken, waarvan 700 OV-fietsen. Dus wel een heel mooi project. En nu 2023, 5 jaar later, ja, nu is dan de opening. Nou, de moderne dubbellaags fietsenrekken die zijn eigenlijk gebruiksvriendelijker dan veel mensen denken. Dus het begint bij de handvat, dat al aanvoelt als meer een soort consumentenproduct. Je pakt niet een ruw stuk staalbeet, maar gewoon een fijne grip. En verder zit hier onder die blauwe kap zit een drukveer die dus de gebruiker helpt om de zware fietsen naar boven te brengen. Ja, het is natuurlijk een heel groot project, hè? 7000 fietsplekken wat dat betreft, midden in het centrum van onze hoofdstad, tegenover het station. In een periode waarin ook nog eens een keer de productie en de supply chains toch wel onder druk hebben gestaan, hebben we daar wel uitdagingen in gehad. En heel het bedrijf, eigenlijk elke tak die we hebben, die heeft zich daarvoor ingezet. En zo hebben we ook het laatste stuk met pontons hebben we aangeleverd. Om het verkeer bij Amsterdam Centraal zoveel mogelijk te ontlasten. We hebben ook dubbele montageploegen ingezet. Gewoon alles om op tijd alles klaar te kunnen hebben. We zijn marktleider. Al meer dan 60 jaar leveren wij oplossingen voor fietsparkeren. Afgelopen jaar hebben wij wereldwijd meer dan 118.000 fietsplekken gerealiseerd. En wij leveren dan ook fietsenrekken. Ja, vanaf Australië tot aan Noord- en Zuid-Amerika, overal. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat fietsparkeren, net als watermanagement, echt wel een Nederlandse specialiteit is.